De tent aan de Van der Beekstraat in Genderen staat er weer. Een week lang is het weer feest in Genderen met de traditiegetrouwe zomerfeesten. Week 34 gaat weer hier los in Genderen. De zomerfeesten staat weer met een vol programma op de planken. Ja, zeker. We hebben er weer zin in. En we hebben geprobeerd om voor iedere leeftijdscategorie een leuk iets neer te zetten. Maandag is er een 55 plus bingo en dinsdag is er een kinderdisco. Maar op die dagen is ook de wandeltweedaagse. Ja, dat klopt. Wij beginnen om 6 uur 's avonds met de wandel tweedaagse. Dan kun je twee afstanden lopen, 5 en 10 kilometer. En dan kun je tot 7 uur 's avonds kun je daarmee vertrekken. Dat is een route hier in de regio die uitgezet is. Ik wil nog wel iets daarbij zeggen. De 55 plus bingo die is voor de inwoners van Genderen. Dus als ik van buitenaf wil komen, dan kan dat niet? Nee, dat is niet de bedoeling. Dit is echt voor de 55-plussers uit Genderen. De kinderdisco is wel voor iedereen toegankelijk? Daar mag iedereen naartoe komen. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Maar op dinsdag houdt het niet op voor de kinderen, want voor de basisschool is woensdag wat te doen. Dat klopt. Wij hebben op woensdagochtend de tenten beschikking gesteld aan de basisschoolleerlingen. Die hebben een speciale sportdag hier. En 's middags hebben wij hier een kindermiddag en 's avonds gaan we door met het hardlopen. Voor het hardlopen, kan ik me nog aanmelden voor hier aan de balie of moet je dat van tevoren inschrijven? Nou, je kan je eigen zeker nog aanmelden hier, maar onze voorkeur gaat uit naar het voorinschrijven. Dat kan tot dinsdagavond. Donderdag staat er iets groots op het programma, want dan gaan de Gennissen elkaar bewijzen ten opzichte van elkaar. Ja, dat klopt. Wij beginnen een donderdagavond eerst met een Genders buffet. En daarna begint de tweede avond van de dorpsquiz, de finale avond, met 45 teams. Dus we hebben er zin in. Vrijdag staat er Genderen Live op het programma. Maar zaterdag is er een heel vol programma dan is er voldoende te doen overdag. Dat klopt, ja. Op vrijdagavond hebben we inderdaad Genderen Live met een aantal tribute bands. En op zaterdag beginnen wij met de kofferparkverkoop om 9 uur en de kinderrommelmarkt. Dan hebben wij een volleybaltoernooi en we hebben een toerrit voor de oude Brommers. En dan hebben wij 's avonds de Hollandse avond natuurlijk. De zomerfeesten hier in Genderen sluiten meestal lekker aan op de zomerfeesten in Almkerk. Dat is een mooie doorloop, zo neem ik aan. Ja, dan zijn de mensen lekker warm gedraaid. Kunnen ze bij ons verder.